Roa. En Morioka die diep gaat. Goeie schijnbeweging. Morioka, kan die ook trappen? Dat doet hij. En dan bal van de lijn gehaald. Maar met de hand. Ai, Beerschot. Rode kaart meteen. Drama. Na 4 minuten voor Beerschot. Ai. Morioka werd vrije doorgang verleend. En dan Thibaut de Smet. Staat daar op de lijn. Is het bewust hens of is het de arm naast het lichaam? Hier kan je het heel moeilijk op zien. Maar Christophe Dierik had niet de minste twijfel. Hij stuurt Thibaut de Smet liever weg na 4 minuten voor opzettelijk hens. Hij houdt een doelpunt tegen natuurlijk. De Smet. En uiteraard zal Visser dit nog eens bekijken. Nee, het wordt niet herroepen. Penalty voor Charleroi, maar wat erger is, al meteen ook Beerschot dat met zijn tienen valt. U ziet het, Morioka van zijn laatste 4 penalties heeft hij er 3 gemaakt, maar eentje gemist ook. Wat doet Van Hamel? Dramatische start voor Beerschot. Het kan nog een beetje erger worden als Morioka hier binnentrapt. Het duurt zijn tijd, moet ik zeggen. Dierik moet iedereen buiten die 16 krijgen. Van Hamel nog even wijzen op zijn plichten. Niet te vroeg van de lijn komen. Ook dat zal gecheckt worden door de VAR. Morioka tegenover Van Hamel. Daar komt hij en Van Hamel pakt hem. Van Hamel pakt hem. Dat betekent dat de schade nog een beetje beperkt is. Ja, en dan even wachten. Is hij dan toch te snel van de lijn gekomen, Van Hamel? Even kijken. Nee hoor, is dit nog allemaal heel goed. Al een paar keer zijn duim omhoog gestoken richting zijn spelers. Solshauser in draaier. Koffie met een voet. Er is even appel voor Beerschot. Of eerder hier. Met de knie die bal nog van de lijn gehaald. Dat zou ook kunnen. Maar goed. Holzhauser. Dik 25 meter toch. Probeert het meteen. Gaat er net naast. Goed getrapt hoor. En Koffie ging er vol naartoe. Kijk eens van hoe ver. Houdt nog net. Kayembe, voorzet naar Nicholson. Dit kan wat worden. Dit is een doelpunt. Geen buitenspel. Shamar Nicholson. Zo vaak hebben ze hem nog niet gevonden. Maar 1 keer goed is natuurlijk meteen prijs. 1-0 Charleroi. En niet verbazingwekkend dat het weer begint van op die linkerflank van Charleroi. En voor Nicholson een tweede doelpunt van het seizoen. Het was aan het komen, dat moeten we er ook wel bij zeggen. Eerst dat schot van Zarouri. En nu Nicholson goed ingelopen, randje buitenspel. Weliswaar op die voorzet van Kayembe. En na 36 minuten kopt hij voorbij Van Hamel de 1-0 binnen. Ik denk niet dat het buitenspel was. Aan die eerste paal goed gelopen tussen Radic en Van den Berg in. Hij is de enige die beweegt, maar ja. Anas Zarouri staat nu vrij. Kayembe gaat hij hem toch voor de pot gooien, dat doet hij. De bal stuitert nog wat door. Morioka. Lange bal, dat is goed hoor. En voor de goal gezet, dit moet 2-0 zijn. Nicholson met zowat zijn makkelijkste goal uit zijn carrière. Zijn tweede van de middag. 51 minuten gespeeld. En het lijkt alsof de boeken hier toe kunnen in Charleroi. 2-0. Uitstekende voorzet naar die tweede paal. Maar wat liep het daar verkeerd achterin bij Beerschot. Nicholson met zijn derde van het seizoen toch. Zoals gezegd zijn tweede van de middag. Op dat wegwerken. De bal gaat nog achteruit. Benchaïm doet dat goed. Morioka. Randje buitenspel hoor. Van Wasinski doet het wel uitstekend. Maar stond hij geen buitenspel. Bij het voorleggen op Nicholson. Van Hamel is al naar die tweede paal.
Het is op het randje, misschien wel erover. En kijk eens, daar is de hat-trick. En Hens. Ai, ai, ai. Radic. Gele kaart of rode? Ja, daar komt hij nog goed mee weg. Stipe Radic. Hij weet natuurlijk dat hij de trekker gaat overhalen. Toe, jongens. Dit is het afnemen van een loepzuivere kans. Dit is het afnemen van een hat-trick. Het is opzettelijk. Als hij hiermee wegkomt zonder rode kaart, Stipe Radic, dan heeft hij heel veel geluk. Voorlopig is het geel. En slaat hij gewoon weg voor de neus van Nicholson. Die mag het dan wel van op de stip doen. Ja, natuurlijk, Morioka heeft gemist, dus ze moeten een andere trapper. Maar het zou me niet verbazen mocht Visser in Tubeke zeggen: nee, dat is geen gele, dit is een andere kleur. Alhoewel, nou. Oké, penalty Nicholson. Komt daar dan toch zijn hat-trick? Nee! Nee. Hij schiet hem tegen de paal. Tweede penalty-misser van de middag voor Charleroi. 13 minuten ver, dit keer Van Hamel wel naar de verkeerde hoek, maar het maakt allemaal niet uit. Charleroi laat Beerschot nog even in leven. En kijk eens, Holzhauser. Holzhauser schiet de 2-1 binnen. Wat een minuut in deze tweede helft. Geen rode kaart voor Radic. Wel een penalty, maar op de paal. En dan gaan ze aan het klungelen. En dan is daar plots Holzhauser. Ik zei het nog, Charleroi. Je moet die bal daar toch niet weg. En hier Morioka. Nu dan wel die derde goal. Jawel. Via Radic dan nog. En Morioka. Zitten we nog altijd in dezelfde minuut? Het zou kunnen. Het zou misschien één minuutje kunnen schelen. Maar in ieder geval. De hoop die Beerschot misschien heeft gehad. Heeft ja, pakweg 30 seconden geduurd. Morioka die oprukt. Wordt niet tegengehouden. Het schot. Wel, nou, misschien zelfs niet tussen de palen. Het is moeilijk te zien. Maar alleszins afgeweken bij Radic. Oh, dat is een goede bal. En de voorzet naar Nicholson. En deze gaat wel binnen. De vlag blijft beneden. En dan kan Nicholson dan toch zijn hat-trick vieren. In de 78ste minuut. Het ging bijzonder snel. Het begon allemaal met die uitstekende paas van Adem Zorgan tussendoor. En wat is hij blij dat hij eindelijk die hat-trick binnen heeft, of beet heeft. Jamar Nicholson, de Jamaicaan, maar het begint bij deze bal. Schitterende paas is het. En dan perfect voorgelegd door Ben Shaib. En makkelijk binnengewerkt door Nicholson, voorbij Van Hamel, 4-1. Wedstrijd helemaal gespeeld, mocht er nog twijfel zijn. Oh, en dat wordt een doelpunt. Dat is een doelpunt. Deze is binnen. Drama. Ja, Charleroi heeft gewoon medelijden. Wat een drama van een doelpunt. Van Kleinput legt hem achteruit. Gaat hij dit doelpunt dan op zijn naam krijgen? Of is hij nog geraakt door Keita? Alleszins, hij doet wat hij kan, maar die bal is duidelijk binnen. En dan is het een own goal voor 4-2. Kayembe nog. Goed achteruitgelegd en goed gelaten ook. Morioka. Ja, van daaruit plaatst hij hem prachtig in de winkelhaak. Zijn tweede en het orgelpunt van deze wedstrijd. Een mooi orgelpunt. Nadat we iets heel lelijks dreigden te krijgen als orgelpunt. Die own goal van Keita. Zorgt Morioka ervan dat iedereen hier op Charleroi
met een goed gevoel naar huis kan. 90ste minuut. Ryota Morioka. Nou, die bal wordt doorgelaten. Mooi met een hakje, Zorgan. En dan plaatst hij hem in de winkelhaak. Schitterende goal van Morioka. Ja, als je zoveel ruimte geeft dan op een meter of 17. Nou, dan kan hij gewoon de winkelhaak liever uitzoeken. Schitterende goal. 5-2.